Hardcore Pagwa Festival krijgt bezoek van president Boutersen. Dit jaar werd, zoals de afgelopen jaren het geval is geweest, op het Onafhankelijkheidsplein het Pagwa Festival gehouden. De activiteiten op het plein werden georganiseerd door Hardcore Entertainment. Eregast bij dit festival was de president van de Republiek Suriname, Desiree Delano Boutersen. Het Pagwa-feest is van origine een feest van het hindoeïsme, maar wordt thans door alle bevolkingsgroepen in Suriname gevierd. Op het plein heerst een enorme drukte van bezoekers van verschillende etniciteiten. Mensen zijn van heinde en verre gekomen om gezamenlijk het Pagwa-feest te vieren. De sfeer zit er dik in. Overal wordt er met poeder en kleursel gestrooid. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.